Een voorbeeld te geven, uh, wat we regelmatig te horen is um, in een awareness fase dat ze zich afmeten op het aantal volgers van hun company page. Maar dat is, totaal, dat is bijvoorbeeld een voorbeeldje, dat heeft het, het stijgen van uw aantal company volgers heeft totaal geen uh, correlatie in de meeste gevallen met de stijging van uw omzet of uw bottom line. Dat is een voorbeeldje, dat is weinig. Wat het daarin boven wel uh, interessante parameters zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld wat wij vaak noemen kwalitatief verkeer. Naar de website en dat zou bijvoorbeeld zijn mensen die onze, het aantal mensen, aan onze product of onze service, aan moeten beginnen bekijken. Als dat stijgt, dan zien we vaak dat er ook wel uh, in een tweede of in derde fase uh, groei komt in het aantal aanvragen of in het aantal uh, eerste meetings. Dus dat is zo'n een, een parameter, je ziet, oké, okay, dat is gealineerd met een, als iemand kwalitatief naar de website komt kijken, naar bepaalde oplossingen, dat heeft een impact op de groei in een tweede of in een derde fase, maar het aantal volgers van een company page uh, zie bij vaak heel weinig link met, met meer business. Dus dat is zo'n voorbeeldje. Probeer dat eruit te filteren. En Probeer echt te kijken: is deze parameter heeft dat uiteindelijk zou dat een leading uh, parameter kunnen zijn voor mijn resultaat binnen twee drie maanden? Helemaal. En dan, dan kunnen vrij gemakkelijk, allez, vrij eenvoudig schiften van welke parameters wel of niet relevant zouden kunnen zijn. Ja. Ja.